Het roerige leven van Ron Brandsteder blijft de gemoederen bezighouden. Drie jaar geleden werd hij plotseling zichtbaar magerder, wat onmiddellijk aanleiding gaf tot speculaties over zijn gezondheid. Geruchten over een ernstige ziekte circuleerden, en volgens Patty Bart kon een alcoholprobleem wel eens de boosdoener zijn, terwijl medium Lisbeth van Dijk suggereerde dat het misschien een. Journalist Rob Gosens sprak zelfs de vrees uit voor een ziekte. De situatie escaleerde toen Ron opeens niet opdook bij zijn radioshow voor omroep Max, wat volgens insiders zou komen door allerlei persoonlijke problemen. Na een half jaar verdween Ron uit de radioshow, een beslissing die door zijn collega's werd omgeven met ontkenningen van elk vreemd gedrag of achtergrondproblemen. Echter bleef Ron zwijgen en verdween hij uit de openbaarheid. Recentelijk werd Ron gespot op een terrasje in Loenen aan de vecht, zoals vastgelegd door de paparazzi van Weekblad Privé. Onder de kop, vermagerd en getekend, brandsteder mysterie houdt aan, was te lezen hoe hij bestelde: een jenever met een glas bier ernaast, een combinatie beter bekend als kopstoot. Ondanks zijn fragiele uiterlijk bleef zijn vrolijkheid onaangenaam. Het verontrustende aan deze situatie is de manier waarop Ron zich in het openbaar vertoont en hoe hij ondanks alles probeert een normaal leven te leiden. Na zijn bezoek aan het terras deed hij boodschappen en reed hij naar huis. Een handeling die, volgens Weekblad Privé Vraagtekens, oproept over zijn vermogen om veilig te rijden na het nut.